na parlementariër Adin hebben wij dan ook gehad, parlementariër Mahinder Jogi, die namens de coalitie ook het woord heeft gevoerd en heeft aangegeven waarom er wel voor de vordering van de PG gestemd zal moeten worden. Jogi heeft wat zaken aangehaald en er moet steeds geschorst worden omdat de gemoederen steeds hoog opliepen. Uiteindelijk heeft Jogi toch zijn speech kunnen afronden met de woorden om voor te gaan stemmen. Wij voeren nu naar Mahinder Jogi vandaag in het parlement. Ik ben hindoe en de gewezen vicepresident is ook hindoe, voorzitter. Ik ben senator en hij ook, voorzitter. En wanneer wij een ambt aanvaarden, een publieke ambt, als die van parlementariër, van minister, van vicepresident, dan roepen wij een geestelijke, voorzitter, te hulp om in feite ons in te zegenen, voorzitter, voordat wij zo'n ambt aanvaarden. En met de Bhagavad Gita in de hand, voorzitter, zeggen we samen met de geestelijke, voorzitter, Om Agni Varatat Varatpase Varatam Charishami Tachaye Keyam Tanme Rajyatam Idam Adham Amritam Satyam Upayami. En natuurlijk begrijp het lid, uw lid Adhin, wat ik gezegd heb, maar ik ga vertalen, voorzitter. En vertaald betekent dit, voorzitter, dat Almachtige ik dit ambt accepteer en wijst u mij de weg dat ik dit ambt naar eer en geweten, voorzitter, naar eer en geweten kan uitvoeren, uitdragen, voorzitter. En ik beloof ook, voorzitter, trouw aan de wetten in het land, maar ook aan alle wettelijke regelingen, zoals ook de grondwet van de Republiek Suriname, voorzitter. Voorzitter, dit is kort mijn inleiding. Wanneer wij bij de uitoefening van ons ambt, voorzitter, indachtig wat wij plechtig hebben beloofd met de geestelijke, met ons hand op de Bhagavad Gita, voorzitter, of de Ramayana, dan was vandaag deze dag niet aangekomen hier voor het parlement, voorzitter. Nog minder was er gelegenheid van het Openbaar Ministerie om een vordering in te stellen tegen de gewezen vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Ashwin Adin, voorzitter. Voorzitter, wanneer hier, voorzitter, wordt aangehaald artikel 116 van de grondwet, voorzitter, om dingen te rechtvaardigen. Ik wil u terugvoeren, voorzitter, naar artikel 116 van de grondwet. En 116 van de grondwet zegt, voorzitter, tweede afdeling van de grondwet, de regering, de president vormt met de vicepresident en de raad van ministers de regering. De vicepresident is belast met de dagelijkse leiding van de raad van ministers en als zodanig verantwoording verschuldigd aan de president. Voorzitter, conform de samenstelling en de wet, voorzitter, zegt de grondwet dat de vicepresident verantwoording verschuldigd is aan de president. Dit artikel 116 zegt niet, voorzitter, dat de vicepresident, wanneer hij in het ambt een misdrijf pleegt, voorzitter, dat hij niet vervolgd zal worden, voorzitter. Dat zegt dit artikel niet. Dit artikel... Ik wil een beroep doen op de leden, om te luisteren. U krijgt de ruimte om een bijdrage te leveren. Ja? Leden? Ja, lid Vreedzaam. Ik doe een beroep op u om de vergadering te... Ja. Bedankt, voorzitter. Nogmaals, de president vormt met de vicepresident en de raad van ministers de regering. De vicepresident is belast met de dagelijkse leiding van de raad van ministers en als zodanig verantwoording verschuldigd aan de president, voorzitter. Niks is minder waar, zoals hier door de gewezen vicepresident beweerd is geworden, voorzitter. Voorzitter,
We gaan verder kijken, voorzitter, naar artikel 10, artikel 16 van de grondwet, voorzitter. En artikel 16 zegt, en ieder heeft recht op persoonlijke vrijheid. Daar komt niemand aan, voorzitter. Niemand zal van zijn vrijheid worden beroofd, anders dan op gronden en volgens procedures bij wet bepaald, voorzitter. En ieder heeft het recht van vrijheid. En ieder die van zijn vrijheid is beroofd, heeft recht op een eerlijke behandeling, overeenkomstig menselijke waardigheid. Voorzitter, hier is net aangegeven voor mij dat vandaag internationale dag is van mensenrechten. Eergisteren was 8 december, voorzitter. En waar waren de mensen die vandaag artikelen citeren uit de grondwet, voorzitter, op 8 december 1982? Voorzitter, vandaag is het zo dat we in dit land hebben geprobeerd samen met een ieder die daartoe een bijdrage wenst te leveren om de democratie in het land terug te brengen, voorzitter. Vandaag is het mogelijk om een eerlijke proces te hebben, voorzitter. En noemane hangen schrijven naar onze tafel onder broek, voorzitter. Voorzitter, vandaag is het zo. Vandaag is het zo in het land, voorzitter, dat de zaak Herman Goding zich niet mag herhalen, voorzitter. Vandaag is het zo, voorzitter, dat de zaak Cyril Dahl, omdat de Surinaamse bank gesloten was, voorzitter, klein zijn geld gestuurd zou krijgen, voorzitter, dat die zaak zich niet mag herhalen, voorzitter. Voorzitter, ik praat over rechten en vrijheden, voorzitter. Ik praat over artikel 16 van de grondwet, voorzitter. Ik praat, voorzitter, dat mensen in dit land vrijheid hebben gehad, voorzitter. Ik praat erover, voorzitter. Ik schort de vergadering. Ik wil een beroep doen op de leden om de vergadering te volgen. U heeft tijd om een spreekbeurt te vervullen. En ook aan lid Georgie vraag ik om de zaak te helpen om in rustig vaarwater de behandeling te krijgen. Ja? Dank u wel. Lid Georgie heeft het woord. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, inderdaad. Dat is altijd mijn intentie, voorzitter, om de zaak in rustige vaarwateren te beginnen en daarin te houden, voorzitter. Echter ligt het niet aan mij, voorzitter. Voorzitter, laat mij aangeven, artikel 10 is ook hier geciteerd geworden, voorzitter. En ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, voorzitter. Voorzitter, en ik hoop niet dat mensen aanstoot nemen, maar vandaag hebben we wel die vrijheid om hier in het parlement van Suriname onze mening te kunnen geven, voorzitter. En ik hoop, voorzitter, dat wij deze vrijheden die we vandaag hebben kunnen behouden, voorzitter. Dat we niet weer geconfronteerd worden met situaties als 13 augustus 1980 met de buitenwerkingstelling van de grondwet van de Republiek Suriname en het ontbinden van het parlement van de Republiek Suriname toen, voorzitter. Voorzitter, vandaag hebben wij als land, als volk een punt bereikt waar we in redelijke mate beschermd zijn door de grondwet, waar wij in redelijke mate onze mening kunnen geven, voorzitter, over zaken, voorzitter. En wanneer hier de vordering wordt toegewezen, voorzitter, betekent dus dat de weg wordt geopend, ook voor de gewezen ambtsdrager Michael Ashwin Adin, voorzitter, om conform artikel 10 van de grondwet zijn recht te gaan zoeken, voorzitter. Maar voorzitter, één ding moet ik u wel zeggen. Wanneer ik beluister de slotzin van de spreker voor mij, waarin hij aangeeft dat hij niet schuldig is, dan kan dat zijn mening zijn, maar ik begrijp niet of hij op deze jonge leeftijd, voorzitter, aan geheugenverlies leidt. Voorzitter, wanneer gezegd wordt dat men de zaak buiten proces zou willen afhandelen en er wordt verwezen, voorzitter,
Er wordt gezegd in de media overal dat het gaat om niet eens 200.000 SRD, voorzitter. Betekent dat daar al, voorzitter, dat men schuld bekent? Betekent daar al dat men schuld bekent, voorzitter? Ik heb geen schuld bekend. Ik heb duidelijk aangegeven, de enige technische oplossing die er is om alle drie betrokkenen verdacht te maken. En dat is een technische oplossing van het OM, van het proces om dat te doen. Dat wil niet zeggen dat je probeert schuld te ontlopen of schuld whatever. Het is gewoon hoe de technische oplossing is. En het is een schadevergoeding die men zich kan gebruiken om het proces te verkorten. Niet om schuld te ontlopen. Om niet op schuld te ontlopen. Het proces kan anders te lang duren en deze mensen lijden imago-schade, dat is gezegd. Dus komt u niet verdraaien. Geen enkel ontlopen. Ik heb ook aangegeven, de toets, de eerste twee toetsen, als niet doorstaan volgens de wet. Is duidelijk, lid Adin, anders treedt u in herhaling. Dank u wel. Lid Jogi heeft weer het woord. Wanneer je geen schuld hebt, ga je niet zeggen, ik wil de zaak buiten proces afhandelen voor de tekst. Voorzitter, in mijn concept is dat bekennen van schuld. Maar laten we voor een moment aannemen, voorzitter, dat dit zo is. Dan is het juist goed om de verordening toe te wijzen, voorzitter. Zodat de PG het werk, het Openbaar Ministerie het werk kan doen. En dit is geen rechtszaal, voorzitter. En dat de gewezen vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Michael Ashwin Adin, dan de mogelijkheid heeft om alle juristen en iedereen bij elkaar te halen om hem te helpen, voorzitter. Om het Openbaar Ministerie te overtuigen van OM, je bent verkeerd. Het is niet zo. Ik heb geen camera's gestolen. Ik heb niks beschadigd. Ik heb niks achterover gehouden. Dan heeft hij die mogelijkheid, voorzitter, om dat te doen. Dus ik denk, voorzitter, dat we de gewezen vicepresident, de heer Adin Ashwin Michael, wel in de gelegenheid moeten stellen om, voorzitter, om zijn onschuld te bewijzen, voorzitter. Dat moet gedaan worden, omdat wij ook, u hoort de woorden, voorzitter, bij verschillende sprekers van de overzijde, die hier gebezigd worden, voorzitter, politieke proces, oneerlijke proces, heksenjacht, voorzitter, en noem maar op. En wij moeten ook de gelegenheid te baat nemen als parlement door de zaak te verwijzen naar het Openbaar Ministerie, voorzitter, om ook onze imago aan deze kant te schonen, voorzitter. Voorzitter. Lid vreedzaam. Lid vreedzaam. Onze vergadering. Mensen, het document is al gedeeld in uw folder. U krijgt de tijd om te lezen. Ja, dus laten we gebruik maken van de schorsing om te lezen. Thank you.
hoezeer het moeilijk is voor u, ook voor mij is het moeilijk om deze zaak te behandelen. Maar we hebben een stukje verantwoordelijkheid met z'n allen. Er zijn emoties, ik begrijp dat ook, voorzitter. Maar het werk moet ook gedaan worden. En we moeten gaan voor het toewijzen van de vordering. Zodat inderdaad de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Adin Ashwin Michael, zijn onschuld kan bewijzen, voorzitter. Hier in dit college, hier is niet de plaats, voorzitter, waar wij inhoudelijk meneer Adin ingaan op zaken. En had u meneer Adin in gedachten gehouden wat u had beloofd, plechtig, wat ik in het begin heb aangegeven, om agne varatpate varitam kersami, ik ga mijn werk eerlijk doen, rechtvaardig doen, naar eerlijk geweten doen, dan hadden we dit niet gehad vandaag, voorzitter. Voorzitter, laten wij ons werk doen. We hebben de gelegenheid als parlement om een job te doen. We moeten, zoals hier werd gezegd door de heer Belfort, hij verwees naar 1747, voorzitter. Montesquieu, de machten zijn gescheiden. Het werk is apart, voorzitter. Het is verdeeld. Maar de ene macht mag de andere macht ook niet dwarsbomen. Het parlement, als deel van de wetgevende macht, kan niet gaan zitten op de stoel van de rechterlijke macht. Laten wij niet nalaten om te doen wat wij moeten doen.